feel paralyzed. Hallo kijkers en welkom bij de nieuwe serie No Limits 2 Rollercoaster Simulation. En we beginnen met een gast. Wacht, ik zou eerst mijn deur af. Met een gast. Ja, dus Pascal. En, hallo. Pascal heeft ook een kanaal en ik heb ook No Limits doen. We hebben hier, zoals jullie zien, al 8 mapjes klaar. We gaan per aflevering zo'n mapje spelen. Dus aflevering 1 is. Dit is mapje 1 met 3 achtbaantjes. Derde looping. Alios en Benji. Deze achtbanen, en trouwens alle achtbanen die zo'n logootje hebben, komen uit No Limits 1. De achtbanen met dit logo komen uit No Limits 2. Die zien hier nog allemaal achtbaantjes in staan die ik nog moet ordenen. Maar we gaan beginnen met achtbaan 1 en ik zie jullie zo dadelijk in de achtbaan. Ik ga het gewoon uit. Ja jongens, de achtbaan is geladen. We gaan hem doen. En volgens mij, ja ik ken deze achtbaan. Dit is een achtbaan heel bekend uit Duitsland. Oh nee, dit is hem toch niet. Nee. Ik dacht dat het de Olympia looping was, maar dat is hem toch niet. Dit is niet de Olympia looping, dat is een andere. Olympia looping is een andere, maar ik haal even F2 erbij, dan kunnen jullie de speed zien. Hoe snel dat ding gaat. Dus nu gaat hij 15 km/u omhoog. En Pascal wil wat vertellen. Ja, als je het spel ook leuk vindt, dan kunnen jullie ook gewoon een map maken en die kun je naar Jelle sturen. En die kan gewoon ook gewoon checken. Dat is eigenlijk nog niet echt nodig, want jullie hebben net gezien, ik heb echt 96 baal klaarstaan. We hebben zo je erf. 96 achtbanen. En ik zie het wel redelijk snel gaan. Ik zie nu net dat we iets in de 80 km/u hebben gehaald. Ja, rond 82 km/u. Dit is het snelste wat we gehaald hebben. Dat ik heb opgelet. In de 82 gaan we sneller. Looping 3. Lekker soepel. Ja, lekker soepel. Remmen. Oh, dit is een vaarpoort. Maar ja. Je ziet de arm draait ook op volle toeren. De treintjes gaan allemaal. En we zijn aangekomen. Je kunt dit al wegklikken. En dan kunnen wij eruit gaan. Het station staat hier wel erbij. Bij sommige, bij de meeste achtbanen zullen jullie het station waarschijnlijk niet zien. Aangezien het een overzetting is. En de stationetjes laden blijven niet. Dat is een van de reden spoed. Ik ben slecht in de controls. Dat is een foutje ofzo. Maar ik vind het eigenlijk al een zeer goede startachtbaan en zeker geen slechte achtbaan. De derde looping. We gaan naar de volgende achtbaan en dat is Ellie. Welke rare naam. De tweede achtbaan dat is deze. En ik zie jullie zoals daarnet in de achtbaan. Jongens, we krijgen weer foutmeldingen, maar dat maakt niet uit. De achtbaan wordt opgestart en wij gaan in de nieuwe coaster. Mijn spel ligt zelfs nog net vast. Dit is het laden. En we hebben een hangende achtbaan. Oh, lekker. Hangende achtbaan. Dus we zijn een beetje afwisselend. Ik ben benieuwd wat die laatste gaat zijn. Maar dit is een hangende achtbaan. Bruin ondersteuning met een paarse baan. Nou, dat vind ik eigenlijk niet zo kloppen. Ik vind het een beetje een rare combinatie van de kleuren. Bruin ondersteuning met paarse baan. Ik weet niet. Vind ik eigenlijk niet zo. En we hebben een sneeuwgebied. Dus oh ja, de F2 moet erbij hebben voor de speed. We gaan. Oh shit. Okay. Oh shit. Ik druk de verkeerde knopje, excuus. We gaan met 7,4 km/u de lucht in. En we zijn boven, er staat er ook eens bij voor de hoogte. Nee, er staat wel voor FPS dat ik draai. 16, 17, 15. Wow, we gaan redelijk snel naar om. Ja, flink afdalingje. Wat voor... Weet je wat kloten is? Nee. Ik ben een tunnel te zoeken voor No Limits 2, maar ze geeft gewoon echt werkelijk geen logo aan voor No Limits 2. Ja, dit is er eigenlijk niet echt. Vast. Weet je, ja, ik weet je wat, ik doe lekker deze. Dat is ook mooi, gewoon wit achtergrond en dan in een glow No Limits. Nou, leuk. Nou, we hebben een super baantje zo te zien en we hebben al twee loopen. Nu gaan we de enge looping maken. We hebben net al zo van spiraal, die opgetrekte ding. Achtig shit, iets gehad. Zo weer een juppa. Super baantje, echt soepel. Rond 80 km/u is maximum speed. Dat is echt lekker, huppa. Lekker worden op. Pardon. Oh, het zijn rare remmen. Het zijn heel rare remmen. Remmen die van boven naar onder, huh? Het zijn echt rare remmen. Ik ga even de dingen wegklikken hier. En dan kunnen we even door de achtbaan heen vliegen. Ik zoek het station staat er nu wel op. En dit zijn de karretjes. We zitten dus met 4 langs elkaar. En dit vond ik dus een raar stukje remmen. Waar is het hier? Dit vond ik een raar stukje. Je staat ook, je gaat eigenlijk naar onder en dan gaat hij remmen. Dit is nog een raar stukje. Het einde is wel leuk.
Zo'n superbootje. En ja, heel soepele achtbaan moet ik zeggen. We gaan hem even snel nog een keertje kijken. Echt een heel leuk baantje moet ik zeggen, echt wel. Ik vond het eigenlijk een heel mooie achtbaan. Dat is dus de tweede coaster. We gaan naar de laatste achtbaan en het is Banshee. Dus we hebben de derde achtbaan is Banshee. Ik ben benieuwd wat Banshee inhoudt. Zo dames en heren, we krijgen opnieuw foutmeldingen. Precies hetzelfde verhaal als vorige keer. En ja, precies dezelfde foutmeldingen. Maar ik ben benieuwd wat Banshee inhoudt. Dit is een achtbaan die staat. Dus het is geen hangende achtbaan. Maar wat voor karretjes hebben we? Oh, het is zo van wild muis karretjes. Ja, het zijn wilde, dit is een wild muis achtbaan. Drie verschillende achtbaan types. Oh ja, even twee erbij halen. Oké, we gaan. Lekker, jullie kunnen alles mee volgen. Hoe snel het ook gaat. En nu gaan we zo'n een Bob Express gevoel krijgen. Gelijk een Bobby aan, Bob Express. Zo die scherpe bordjes. Oh ja, die. Het is echt een leuk achtbaantje. Oh, die scherpe. Ja, toen kreeg ik last mijn nek van. Hoppa, een snelle daling rond de 60 km per uur. Lekker snel. Soepo, dit is een... Oké. Okay. Scherpe bordjes zijn gebruikt. Weer bordjes zijn gebruikt. Oké, okay, nu krijgen we weer een raar... Wow, dit is echt een raar achtbaantje moet ik zeggen, maar... Ja, het kan wel. Het kan. Rot spiraal. Krijgen we nu. Ook weer het sneeuwgebied, en allemaal dennenbomen. Maar het gaat natuurlijk om de achtbaan. Oh, daar stak een ondersteuningspaal door de baan uit. En het einde is zeker niet saai. Nee, ja, het einde is niet saai. Ik vind het einde niet saai. Nee, ik vind het einde niet echt saai. Het is een leuk achtbaantje. Banshee. Bij of hoe ik hem uitspreken. Soep, ja, simpel baantje en ik vind het echt een mooie omgeving. Vooral dat water hier, dat is ook mooi. Is het bevroren? Is het echt bevroren? Nee, het is een vloeiend water. Maar de baan, ja, het zijn twee, oh, twee kantjes aan elkaar zelfs. Ik dacht dat het maar één kantje was. Bart. Normaal zou ik zeggen dat maar één kantje zou nemen voor zo'n soort achtbaan, maar het zijn er twee. Ja, Banshee en ja, een heel leuk achtbaantje. En aan jullie is het dan achterlaten in de comments welke van deze drie achtbaantjes wint. Is het de eerste, de derde looping, is het Elios, zo noem ik hem, of is het Banshee? Laat wel achter in de reacties welke achtbaan wint. En volgende week gaan wij de nieuwe achtbaantjes doen. En dat zijn Big Loop, Boomerang en Kion Runner. Dat zijn de achtbaanen van volgende week. En Boomerang, dat zal waarschijnlijk wel iets spectaculairs worden. En aan de naam te horen ben ik ervan overtuigd dat... spectaculair allemaal wordt. Jongens, tot volgende week en Pascal, bedankt voor het meedoen. Dankjewel. En misschien zien we je nog wel terug. En...